grandpa die is gesneuveld, eigenlijk doodgeschoten. Weet jij hoe dat gebeurd is of waarom? Dat weet ik niet. Dat is om te herdenken aan de soldaten die zijn gestorven in de oorlog en de mensen. Ik heb geleerd, mijn oma heeft eigenlijk verteld, dat als mensen gestorven zijn door de oorlog, dat jij het niet verdrietig moet zijn, maar je moet gewoon herdenken wat er toen allemaal was gebeurd. Jullie hebben al iets speciaals gedaan vandaag, hè? We hebben een krans gemaakt. 100 jaar geleden is er iets speciaals gebeurd, geloof ik, hè? Ja, dan is de oorlog gestopt. Wat was er toen daarvoor allemaal gebeurd, weet je dat? Ja, toen hebben de mensen gevochten met elkaar. Wij vinden het ook heel erg, maar we willen dat er vrede komt. Hoe gaan jullie dat precies doen? Met onze krans die we gemaakt hebben. Hoe ziet die eruit? Het is eigenlijk gewoon zo'n wasknijpertjes en daar hebben we papiertjes aan gehangen. En op die papiertjes hebben we dingetjes geschreven. Wat heb jij er allemaal opgeschreven bijvoorbeeld? Dat we vrienden moeten zijn en onze liefde moeten delen.